Serkan. Ja. Die komt van 3 verliespartijen. Klopt. Die moet deze eigenlijk gewoon winnen. Ja, maar niks moet in het leven, denk ik. Maar het zou wel fijn zijn als je gewoon weer. Ook voor Den Haag. Hè? Winnen ze niet zoveel. Dus leuk. Dat is weer een keer met die handen. Misschien was het net dat hij ze expres liet verliezen. Ik denk, ja jongens, laten we morgen weer piepen allemaal van het gejuich. Nee, even gek uit op een stokje. Serkan die komt even uit, voor hem uit een diepdal. En, ja. En hij heeft het geprobeerd, sommige dingen, wedstrijden. Bijvoorbeeld voor die wereldtitel gevecht. Ja, Wissen was goed voorbereid. Aan de ene kant. En Serkan, die kon er niet zo goed mee omgaan. Nou, dat was de eerste wedstrijd. Toen de tweede wedstrijd was tegen die gozer zonder die tanden. Ja, Bokemi. Ja, nou, die misschien een beetje overschat, onderschat. En ja, en toen dan komt er opeens, in plaats van dat we dan daarna zeg maar deze wedstrijd hebben gekregen, krijg je zeg maar FC Den Haag tegen FC Den Haag. Ja, en dan eigenlijk ja, verliest hij weer van zichzelf. In die wedstrijd deed hij net genoeg om te verliezen. Mm. Serkan, kun je me vertellen hoe belangrijk de aankomende wedstrijd voor jou is? De aankomende wedstrijd is echt wel belangrijk voor mij. Ik heb natuurlijk 3 partijen verloren. Alleen, ja, het is wat het is. Maar gelukkig heb ik een sterk team om mij heen. Ik heb de juiste mensen om mij heen die mij door deze sneltrein heen sleuren. Want, hoe je het nou bent of keert, is toch een moeilijke tijd. Ik heb nooit eerder in mijn leven 3 partijen achter elkaar verloren in mijn carrière. En ik merk ook om mij heen dat er bij de mensen bepaald ongeloof nou echt begint te groeien. Mensen die geloven er niet echt meer in. Je hebt mensen die een grote bek krijgen. Mensen die naar me toe komen en die zeggen van hé, wat was dat nou joh, je laatste partij. Ik ben echt zwaar teleurgesteld in je. En dan zijn er niet eens de mensen die meteen vanuit mijn cirkel echt dichtbijzijnde mensen zijn dat niet eens. Het is misschien iemand die nog nooit een handschoen of een schoenlekker heeft aangetrokken. En dan in de eerste instantie wil je dan zo iemand echt aanvliegen. Want dan slaat het bij mij gelijk om. Maar ik ben ook wel iemand die houdt van zelfreflectie. En ik weet dat dit uiteraard ook komt omdat ik niet goed heb gepresteerd. Had ik maar moeten presteren, had ik maar moeten winnen, dan hadden we ook geen grote bek gehad. Dus nu ligt het ook weer allemaal in mijn eigen handen. En de 31ste moet ik het gaan doen. Iedereen weer herinneren wie ik ben. Als je dan dus aan die zelfreflectie doet, wat zie je dan? Waar reflecteer je op en wat komt daaruit? Ik geloof dat ik heb verloren van mijn eigen. Ik weet dat ik... misschien ben ik niet de meest technische vechter. Maar ik weet wel dat ik een van de grootste vechters hart heb. En dat ik een vechter ben die altijd naar voren komt. En om te knokken komt. Ik kom altijd geven wat het publiek wil. En dat heb ik misschien de laatste keren niet... dat heb ik niet kunnen laten zien. En dan heb ik wel verloren van mijn eigen, vind ik. Want ik weet dat ik het in me heb. Alleen net is er niet uitgekomen. Ik heb niet het maximale eruit kunnen halen. En dat is misschien de beste zelfreflectie die ik op dit moment kan hebben. Gewoon niet meer terugkijken. Het verleden is verleden. De toekomst heb ik in eigen handen. En dat is gewoon de 31ste knallen. En iedereen geven die waar ze voor komen. Dat is Serkan Özcalian. En dat is ook hoe ik erin sta. Ik weet dat de druk hoog is. Alleen het is tijd om iedereen weer te herinneren wie ik ben. Serkan Özcalian. Dan verliest hij tegen zichzelf eigenlijk. Hoe behoed je hem dan nu in deze wedstrijd voor datzelfde? Serkan ging ook eventjes niet meer vooruit. En ik heb hem een paar keer tegen hem gezegd. En dan kwam weer even niet trainen. En, was weer dit. En nu is hij er gewoon weer. En nu zie je hem gewoon weer boos op zichzelf worden. Als hij iets fouts doet. Snap je eerst? Kijk, de jongens die wedstrijden willen, de jongens die wedstrijden willen winnen, die staan hier in de ring voor me. Alles wat er buiten staat, ga je in principe afschuiven. Zo ver. Het is leuk als ze vechten. Maar snap je, ze zullen niet het kaas van de brood afeten. Dus, stond ook daartussen. Dat vind ik altijd een apart iets. En op mij is de staat hij er weer. Nu is hij weer boos als hij iets fout doet.
En zo hoort het ook. Voel je dat ook in je voorbereiding? Je vertelde me eigenlijk in de voorbereidingen van, laten we niet zeggen tegen Boapea, maar daarvoor, dat je ook jezelf niet was. Dat je zei, ik zit met dingen in mijn hoofd, nu ben ik er weer. Voel je dan, zeg maar nu, dat je er en zelf weer bent, maar dat er nog wat extra's is? Ja, natuurlijk. Je hebt natuurlijk weer, er is altijd wel wat extra's. Alleen nu, zoals ik al aangaf, de druk is wel wat hoger. En alhoewel ik, de druk neem ik serieus, maar ik laat het niet de overhand nemen. Ik zet het om in goede energie. En er is altijd wel wat extra's. En op dit moment is er wel echt iets extra's. Ik vecht tegen een jongen die wereldkampioen is in een andere divisie. Die wil meedoen met de echte jongens nu. Alleen van mij krijgt hij geen warm welkom. Ik zal hem niet ontvangen met open armen, maar met een gesloten dekking en een hard gevecht. En dat is hoe ik er nu in sta. En ik heb er zin in. Wat kun je vertellen over Jente Namadin, je tegenstander? Hij staat southpaw. Hij is kampioen in een andere divisie. Dat word je ook niet zomaar wereldkampioen. Het is een jongen die zijn debuut maakt binnen Glory. Hij wil zichzelf bewijzen. Hij vecht thuis. Het is een thuiswedstrijd voor hem. En hij is gebrand en hongerig om te winnen van mij. Alleen, zo sta ik er niet in. Ik vocht ook mijn debuut tegen de nummer 4. Die won ik in de eerste ronde op knockout. Hij vecht nu ook zijn debuut tegen de nummer 4. Maar dat zal geen eerste ronde knockout worden voor hem. Alhoewel, ik heb wel overdenk om hem zwaar knockout te slaan.